De Wielewaal gaat voorlopig nog niet tegen de vlakte. Het voormalig winkelcentrum in Geldrop staat al langere tijd leeg. Vorig jaar april vertrok de laatste huurder en het gebouw staat er verpauperd bij. Je schaamt je als je bezoek krijgt die het nog niet weten. Die denken gewoon dat je in de achterbuurt woont. Ik denk wel dat het beter is als het gesloopt wordt, want op deze manier ziet het er natuurlijk ook niet uit. Buurtbewoners zijn woedend. Ze hebben het pand nog liever gisteren dan vandaag tegen de vlakte aan. Maar dat mag niet zomaar, want er wonen vleermuizen in. En vleermuizen, dat zijn beschermde dieren. Eigenaar Wooninc is nog in de afwachting van een ecologisch onderzoek over de beesten en dat gaat nog zeker tot oktober duren. Dan pas kunnen ze gaan kijken of het pand tegen de vlakte kan. Buurtbewoners kan het echter niet snel genoeg gaan en dreigen naar de gemeente te stappen als het nog veel langer duurt. We moeten allemaal korting krijgen op onze belasting van de huizen. Hè? Omdat je al die tijd hier tegenaan zit te kijken. Ik vind het niks. Ik vind het gewoon een lelijk gezicht. En voor mij had het al lang gesloopt mogen worden. Ik vind het wel erg dat de mensen allemaal hier in heel de omgeving, dat die allemaal er tegenaan moeten kijken. Ik ben ook voor de vogels en de dieren, maar dat vind ik te ver gaan. Ja, het is natuurlijk een troosteloze aanblik, maar ja, helaas is het niet anders. Op de plek van de Wielewaal moet een Lidl komen. De gemeenteraad stemde in maart in met het nieuwe bestemmingsplan. En ik denk dat samen met mij heel de buurt er eigenlijk wel op zit te wachten tot het Lidl onderhand hier komt. Er komt hopelijk iets moois voor in de plaats. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik word 82 dit jaar, ik hoop het nog mee te maken. Maar...